Nou, zoals jullie zien, hebben wij inmiddels weer een nieuwe manier bedacht om vooruit te komen. En ik moet ook nog sturen, het is allemaal heel ingewikkeld. Maar kijk, je ziet hier dus dat we nu aan het roeien zijn. Jawel, met bomen. Die hebben we hier zo op de mik gezet. Kijk maar zo. En ik vaar weer bijna het riet in, maakt allemaal niet uit. Anyway, we gaan best hard. Kijk maar hoe hard we gaan. Ah, Daan en Isbrand, die krijgen het zo ook nog eens lekker warm. Zoveel voordelen voor deze manier van voortbewegen. Je wil het niet weten. Nou, tot zover weer een verslag van Bikkeltocht 2011. Met dank aan Daan van der Meer en Isbrand Galema.